De politie verwacht de komende week mensen op te pakken voor de rellen in het Haagse Laakkwartier dinsdagavond. Bij een inval aan de Hildebrandstraat keerden tientallen mensen zich tegen de politie. Daarbij werd met zwaar vuurwerk gegooid. De mobiele eenheid moest eraan te pas komen om de menigte op afstand te houden. Politie Haaglanden noemt het gedrag van omstanders ontoelaatbaar. In een huis aan de Nassau-Dreef in Katwijk heeft vanochtend een grote brand gewoed. Er raakte niemand gewond. De brand is ontstaan doordat er illegaal stroom werd afgetapt voor een hennepkwekerij in de woning. Door de brand hebben 50 huizen enige tijd zonder stroom gezeten. Directeur Piet de Vries van de Keukenhof in Lisse is met onmiddellijke ingang opgestapt. Volgens een woordvoerster van de bloembollenattractie is dat in goed overleg gegaan. Over de reden wil de Keukenhof niets kwijt. Piet de Vries liet eerder in een lokale krant weten bij de Keukenhof te willen blijven tot aan zijn pensioen. Het eerste vaartje Nieuwe Haring in Scheveningen heeft een recordbedrag van €95.000 opgebracht. Het vaartje werd gekocht door uitzendbureau Start People. Het geld gaat naar het Jeugdsportfonds dat zich inzet om arme kinderen te laten sporten. Het oude record kwam uit 2006. Toen bracht de Haring €75.000 op.